Hoe heet deze winkel eigenlijk? Deze winkel bestaat al 2001 en die heet Broodje Kalant. Is het waar dat u ook een tijdje bij Calvijn met Junior College ging eten verkopen? Ja, we hebben wel bezorgd natuurlijk. Ook met Junior College ook mee samengewerkt inderdaad. Verkoopt u alleen halal dingen of ook wat anders? Wij zijn onze principe natuurlijk, onze principe is halal dingen verkopen. Andere dingen van mijn geloof mag ik niet verkopen. Dus dat is alleen niet richting natuurlijk naar de moslims mensen, ook andere gelovige mensen. Maar wij hebben 100%, niet 99, maar 100% halal producten alleen. Vindt u dit werk leuk? Daarom besta ik al vanaf 2001 hier eigenlijk. Oké, en heeft u ook werknemers of werkt u hier alleen? Ik heb wel medewerkers, maar die is vandaag, die heeft gewerkt voor mij. En nu heb die vrij. Heeft u veel klanten hier? Nou, ik mag niet klagen, dus inderdaad heb ik wel genoeg klanten. Dus ik mag niet klagen. Oké. En we zijn klaar met dit interview. Nog even naar buiten. Croissant soorten. Maar meestal wat we verkopen is een doner kebab en pizza. Oké. Wat is het goedkoopste en wat is het duurste in uw winkel? Nou, we zijn al normaal gesproken, worden als je vergelijken met andere, we zijn al goedkoop. Maar laten we zeggen, bijvoorbeeld kaasuien, hebben wij het goedkoopste, zeg maar, een euro. Of een Turkse mit, 60 cent. En wat is nou het duurste eigenlijk? Mooi grote schotel, mooi grote schotel dunner is een 6 euro bijvoorbeeld. De duurste is... Nou, ik kan het niet duur noemen natuurlijk, want het is een hele grote schotel met alles, alle soorten apart. En heel, voor zelfs iedereen kan vol. Dus die is prijs, ja. Wat als een klant niet tevreden is? Nou, tot nu toe heb ik eerlijk gezegd ontevreden klanten heb ik niet. Natuurlijk, je hebt wel klanten die je haastig heeft alleen. Dank u wel voor het interview. Alsjeblieft. Ik wil ook bedanken voor Calvijn Junior, voor alle kinderen, dat je ook voor de meester en voor de Calvijn Junior, voor de directeur. En ik wil graag alle, mijn deur staat open, ik wil graag alle helpen aanbieden aan Calvijn Junior met zulke interview of met interview graag wel helpen voor die jongen. Ja. Yeah.